Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken en luisteren naar een nieuwe aflevering over de Giro d'Italia 2022. In deze aflevering ga ik de laatste etappe in de Giro bespreken. Het was een tijdrit. Etappe 21 die ging van Verona naar Verona. 17,5 kilometer met onderweg een klim van 4 kilometer aan 5,4%. Met op de top een tussentijdmeting. Matteo Sobrero won de tijdrit in een tijd van 22 minuten en 24 seconden met een gemiddelde snelheid van 46,5 per uur. Arendsman wordt de tweede, Tijmen Arendsman derde, wordt Mathieu van der Poel in deze tijdrit en vierde, Bauke Mollema een 2, 3, 4 voor Nederland. Natuurlijk, we hebben een geweldige Giro gehad op het Nederlandse oogpunt, maar ook in deze tijdrit, als we dan weer gewoon tweede, derde en vierde worden, is weer op ontzettend knappe prestatie. Mathieu van der Poel en Tijmen Arendsman had ik wel verwacht dat hun in de top 5 zouden finishen in deze tijdrit, de afsluitende tijdrit. Maar dat Mollema vierde zou worden, dat had ik niet verwacht. Er zaten ook best wel behoorlijke gaten tussen de eerste vier renners, helemaal tussen Sobrero en Arendsman. Dus dat behoorlijk tijdverschil. Sobrero heeft echt een klasse tijdrit gereden. Zowel tot aan die klim was hij gewoon snel. En ook in die afdaling heeft hij vrijwel niks verloren. En als je dat kijkt ten opzichte van Mathieu van der Poel, heeft hij volgens mij, als ik het uit mijn hoofd zeg, nog wel wat gewonnen. Maar in ieder geval de tijden van Mathieu van der Poel en Sobrero na dat eerste en laatste meetpunt was vrijwel hetzelfde. Maar wat ik al zei, eerst hele grote gaten tussen de eerste vier renners. Dat was met de rest vergeleken in de top 10 niet zo. Ben Tullet finishte in een tijd van 23 minuut 36. Wat goed was voor een vijfde plek. Mauro Schmid wordt zesde. Magnus Kort zevende. Tobias Vos wordt achtste. Hepburn negende. En Richard Carapaz tiende. En Carapaz pakt maar 7 seconden op Hindley. Sobrero liet natuurlijk ook al in Boedapest zien dat hij goed in vorm was in de tijdrit. En dat bewees hij gisteren maar weer. Jay Hindley, de roze truidrager, heeft geen grote risico's genomen in de tijdrit. En wint zo de Giro 2022. 1 minuut 18 voor Richard Carapaz. 3:24 voor Landa. 9:02 op Nibali. Bilbao op 9:14. Jan Heert 14 seconden achter Peel Bilbao en wordt de zesde. Een groot verschil richting de zevende plaats van Boegman op iets meer dan 13 minuten. Pozzovivo wordt achtste. De enige verandering na deze tijdrit in de top 10 is dat Carty naar plek 9 is gestegen ten opzichte van Juan Pedro Lopez, die op 18 minuten en 40 seconden tiende wordt. Voor Vincenzo Nibali was het de laatste Giro-etappe. Hij heeft natuurlijk gezegd dat hij zou stoppen na dit seizoen. Ik vrees ervoor dat het echt de waarheid gaat worden, maar ik hoop hem volgend jaar nog wel in een aantal wedstrijden in ieder geval te zien. Als je op deze leeftijd nog vierde in een grote ronde kan worden. Natuurlijk, een Almeida viel weg. Een Simon Yates was niet goed. Lopez was al vroeg uitgevallen. Maar alsnog is de ontzettend knappe prestatie natuurlijk van Nibali. En ja, en zijn er, naar mij betreft, nog wel steeds mogelijkheden voor Vincenzo Nibali om volgend seizoen nog lekker een jaartje door te gaan. Ik wil je allemaal heel erg bedanken voor het kijken en voor het luisteren naar deze aflevering. Dit was nog niet de laatste aflevering, gelukkig, van de Giro 2022, die serie die ik heb gemaakt. Er komt nog een aflevering aan waar ik nog even terug ga blikken op de Giro van 2022. Alle prestaties natuurlijk van de Nederlanders, alle etappes ga ik nog even langslopen en nog veel meer. Hopelijk zijn jullie dan ook weer bij. Die video komt eind van de week online. Hopelijk zijn jullie daar in ieder geval bij. Ik zeg dan tot de volgende video. Laters.